Goedendag iedereen bij de Albert Heijn, ikzelf van Hulst. Ik ga nog even hier naar de bakkerij. Al veel volk te zien op deze vrijdagochtend. Het is nog redelijk vroeg. Maar bon, op vrijdag is er wel redelijk meer volk. Net voor het weekend, natuurlijk ook wel in het weekend. Natuurlijk ook mijn bonusbox bij de hand. Hier nog even in beeld. Ik ga natuurlijk ook wel profiteren van de voordelen, zoals pers sinaasappelen. Dat zijn deze hier, kunnen ook al mee. Ze zijn bijzonder interessant, hè? En je kan ook goedkoper je boodschappen doen. Ja, de zaken die ik nu koop behoren ook wel wat tot de boodschappenlijst voor volgende week. Zo. Dat zijn dingen die we regelmatig kopen, dus ja. Als ze dan nog in promotie staan, hier de bonuskorting op de Wahid, vleeswaren en kaas. Zo, even in beeld. Ja, wat zijn deze hier? Zo kan ik al twee pakken van meedoen voor volgende week. Nee, 20% korting. En ook deze kaas bijzonder goed van smaak voor sandwichen te maken. Dus deze stand hier, de bekende Mediterraan. Dat hebben we nog allemaal in voorraad. Hè. Vorige week had ik ook die gehakt hier gekocht, ook met de bonusvoordelen. Dan ook nog zoiets kan ik meedoen. Ja. Dat zijn zaken die staan op een boodschappenlijst. Hé. Dus dat is ook geprogrammeerd, die premium, dat er aanbiedingen komen op basis van wat je regelmatig koopt. De olijfolie meldt nog niet. Ja. Ook vele keuze in olijfolie hier. Hè. Heel breed aanbod, ook de algemene olie, zonnebloemolie. Twee bruine stokbroden. Aha, liefde en passie. Dat is ook een bijzonder goede dat hier. Zo. En dan hier op het gebied van het Belgisch brood. Hè. Kijk, nog even interessant om het te tonen. 2,19 euro. In België staan die broden gemakkelijk aan 3 euro. Ik zeg, dat brood is perfect.
Zo, en dan nog een Zaans. Ah, dat behoort ook tot prijsfavoriet. Want dat brood is perfect van smaak. Dus €1,59. Hè. Dat is niet een, geen promotietarief, maar prijsfavoriet. Dat is altijd wel een huismerk en bijzonder voordelig. Ja, dat is het. Het ruime aanbod er even in beeld. We hebben nog alles van in voorraad. De chocolade, ja, die kan ook wel nog meer. Je hebt er wel een vijftal soorten in. Hè. Nootjes, dan de fruit, appel, rozijnen, de rozijn en dit hier chocolade. Dat staat hier ook bijzonder goed geprijsd in die zaken. Kijk, dit hier, bonus. Die damesjas rond 12,99 in plaats van 19,99. Dat zijn wel scherpe prijzen dat, hè. Hier heb je ook terug leuke zaken. Een box vol heerlijke vegetarische producten. Dat is ook wel interessant, hè, voor iemand die... ideeën nodig heeft zo. €12,50. Nou, hier zie je dus ook de inhoud, dat is ook wel interessant. Nou, interessant voor speciale gerechten te maken. En dan ook de wraps. Zo, hier nog even een zicht op de lichtstraat. Zie. Het boek van Hulst. Bijzonder interessant natuurlijk. Kan ik dat allemaal aan papa? Zo, beste mensen, voor mij tijd voor de kassa. En nog ook even interessant terug de bonusaanbiedingen van de bonusbox te zien. En hier heb je dus ook veel algemene zaken. Hè. Hier ook, zoals naaigerief, alles wat je kan nodig hebben van kleine spullen ook. Ook voor de fiets. Zo. Ja, dank u. Zo, beste mensen, snel door de kassa. Ook terug een mooie aanbod hier van bloemen.
Zo, terug even een analyse van deze kleine boodschappen. €27,50, ik heb dus €23,99, ja, €24 betaald. €3,51 voordeel. Bonusbox premium staat hierop, hè. Dus de premium, €3,51 voordeel gedaan. Dus bijzonder interessant. En dat zijn zaken die wij iedere keer kopen. Het is niet zo dat men speciaal iets anders nu gekocht heeft, die niet van de gewoonte is. Het is gewoon zaken van gewoonte. En dan eventueel combineren voor volgende week al het vlees en zo. Deze zaken bijvoorbeeld al voor de komende week. Dus bijzonder interessant. Zo, beste mensen, dat was een korte vlog hier bij de Albert Heijn XL van Hulst. Tot de volgende. Thank you.